Ik ga je in deze video laten zien hoe je een afspraak maakt, verandert, kopieert en verwijdert in Outlook. Zoals je ziet heb ik mijn agenda geopend. Dat kun je, als je dat nog niet hebt gedaan, hier links onderin doen. Voor deze demonstratie gaan we een afspraak maken voor het voeren van een werkoverleg. Er zijn een paar manieren waarop je een afspraak in Outlook kunt zetten. De eerste manier is om via de kalender hier linksbovenin naar de juiste datum te gaan. In mijn geval kies ik voor 18 juni 2015. Als ik in die kalender klik op de datum, dan opent Outlook 18 juni 2015 in de dagweergave. Dubbelklik op de begintijd, bijvoorbeeld 9 uur. Een nieuw venster opent. En ik geef bijvoorbeeld de eindtijd hierin en de begintijd. En ik zeg daar, dat is een werkoverleg. Ik kan eventueel hier een locatie ingeven. En als ik klaar ben, dan klik ik op opslaan en sluiten. Daar staat mijn afspraak, werkoverleg. Als je een afspraak wilt veranderen, het tweede, dan doe je dat als volgt. Want ineens blijkt bijvoorbeeld dat de persoon met wie we de afspraak hadden, niet kan op die tijd. We gaan die afspraak veranderen. Zelf vind ik de maandweergave altijd handig om in te werken. Daar kies ik nu even voor. Ik ga naar de maandweergave, daar zie ik mijn afspraak staan. En je kunt bijvoorbeeld de afspraak binnen diezelfde dag verplaatsen door er dubbel op te klikken en een andere tijd te kiezen. Ik kies nu van 12 tot 1. Ik sla hem op en ik sluit hem. Nu zie je dat het werkoverleg is verplaatst naar 12 uur. Stel dat je bijvoorbeeld zegt, nou ik kan wel om 12 uur, maar niet op donderdag, maar op vrijdag. Dan pak je de afspraak beet met je linkermuisknop en je versleept hem gewoon naar de vrijdag. De tijd blijft dan hetzelfde. Ja, of als je een week daarvoor wil afspreken, de tijd, dat zie je ook hier, dat blijft gewoon staan. Stel dat een afspraak nog een paar keer voorkomt, dat is de derde. Dan kun je de afspraak ook makkelijk kopiëren. Dat scheelt tijd, want je hoeft hem dan niet telkens opnieuw erin te zetten. Selecteer de afspraak door er één keer op te klikken en gebruik Ctrl en C en Ctrl V om de afspraak te kopiëren en te plakken. Nou, plakken, dat kan alleen als het tekstvak niet geopend is. Dus hier zie je dat mijn tekstvak nu geopend is. Als ik hier op het kruisje druk, zie ik wel dat 18 juni is geselecteerd. Ik doe dan Ctrl-V en daar staat mijn werkoverleg opnieuw. Nou, zo zou je dat natuurlijk voor iedere datum kunnen doen waarop je dat werkoverleg wilt laten terugkomen. Zoals je ook hier ziet gebeuren. Nou, stel dat we een afspraak hebben gemaakt en die afspraak kan niet doorgaan. Die moet helemaal verwijderd worden. Het blijkt aan het eind van het project dat het laatste werkoverleg bijvoorbeeld niet nodig is op 2 juli. Ik kan dat verwijderen op drie manieren. Ik kan erop klikken en op delete drukken op je toetsenbord. Je kunt ook met de rechtermuisknop erop klikken en voor verwijderen kiezen. Je kunt ook zelfs Ctrl D gebruiken. En je kunt ook hier linksbovenin voor verwijderen kiezen. En het resultaat is allemaal hetzelfde, namelijk dat de afspraak verwijdert, zoals je hier ziet.